Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe video op Banjotown. Mijn naam is Vincent en we gaan weer een horror game doen, want we hebben Slender Dawn Rival uitgespeeld. En deze game heet Within Deep Sorrows. Nog nooit gespeeld. En jullie gaan het misschien ook al voor de eerste keer zien. Ik hou mijn hart weer vast, jongens. Oké, ik kan niet veel doen. Enkel play. Nou, laten we dat gaan doen. In 1994, een demonisch gedrocht kwam binnen in een verschillende dimensie. Dromen. Oké, het gaat dus over dromen. Het heeft weer te maken met geesten, heb ik het gevoel. Zo. Oh, dat wordt creepy, jongens. Oké. Ik zit nou in game. Oké, ik kan niet naar onder en beneden bewegen. Ik zit wel in een kamer, zie ik. En een heel mooi glaswerk. Droom 1. Oké, ik kan niet naar beneden en onder kijken. Enkel kan ik bewegen met de muis, zie ik. En een deurtje. Heel stom, want ik zou toch wel naar beneden moeten kijken. Wat gebeurt er? Oh, kijk nou. Er komen vonkjes vanaf, van mijn bed. Wauw, press E. Wat moet ik doen? Dromen? Oh, ik heb een droom, jongens. Ik zit op de Widium School. Oké. Ik ben een schoolleerling of zo. Oh, wauw. Dit ziet er best wel gaaf uit. Oh, een bus. Nou, die bus kan denk ik niet meer gebruikt worden. Nou, we lopen maar gewoon. Waarom heeft die bus mij niet gewoon even voor de deur gebracht? Weet je wel? Waarom? Dan moet ik heel dat eind weer gaan lopen. Dat staat er helemaal nergens op. We kunnen ook niet rennen. Ja, dit is zeg maar het rennen. Oh. Oké. Die lantaarnbal ging kapot. Dat hoort niet. Hey. De gemeente weer de belasting niet betaalt, zie ik. Dit is de ingang. Het lijkt net een concentratiekamp, een beetje om het zo te noemen. Of zo'n gevangenis. Dat is toch geen school meer? Nou, één deur. Dan willen ze waarschijnlijk dat ik naar die deur naartoe loop, natuurlijk. En dan spat die open, of uit het niets, of wat gaat er gebeuren? Je hebt een sleutel nodig, waarschijnlijk. Ja, daar kunnen we weer niet in. Nou. Ramen kunnen ook niet doorheen. We zijn te dik waarschijnlijk. Of het zijn textures. We lopen om het gebouw. Hé, daar was licht. Zag je dat? En het regent. Ik zie echt helemaal niks. Het is echt verschrikkelijk. Het lijkt net een zwart-wit game. Is het een zwart-wit game? Nou, ik weet niet. Oh, hier is een doel. Zo'n doeltje. Oh, dit heeft oude herinneringen, jongens. Van groep 8. Oh, wat hoorde ik? Weet je wel, dat is een doelpaaltje. Altijd op de muur getekend met krijt. En hoe had je ook in dat doel schoten? De bal komt keihard terug. Ik zie hier een prullenbak. En die prullenbak staat in het licht, dus waarschijnlijk kunnen we deze openen. Nee? Kom op, open. Sesam. Flashlight. Oh my god, meen je dit? Halo. Welcome, bitch, man. Dit is the infant video. Hey! Een paperclip! We hebben een paperclip gevonden, jongens. Dat betekent dat we kunnen inbreken in de school. Met een paperclip! Oké, laten we snel naar de ingang gaan. Yes, paperclip! Oh, die paperclip is serieus. Fucking paperclip. Oh, en dan die droge, hoe heet die, Steve Hawking stem, weet je wel? Nou, jongens. Oké, de paperclip gaan we gebruiken voor deze deur. Dat hoop ik. Press E. Oké, we moeten dit serieus al maat gaan doen. In het gaatje, jongens. Ja? Oh, we gaan naar binnen. Het wordt donker. Dreaming. Wauw, echt bijzonder, jongens. Deze dromen heb ik gewoon. Ik droom dat ik een school inbreek met een paperclip. En we ontwaken uit het niets in een klaslokaal. Het is echt, deze game is ontzettend donker. Ik zweer het. Oh, wat kan ik doen? Er stond E. Oh shit, ik hou hier echt niet van, jongens.
Wat doet dat licht nou altijd, jongens? Dat flikkerlicht. Ik vind dat heeft gewoon. Dat moet in elke horrorgame zowat. Oh, ik vind het echt niet cool, dit. Sowieso altijd dat ik weer in een gebouw zit en weer helemaal geen moer kan doen. Ik kan niet eens springen in de game. Hé, ik kan hier wel inkijken. En ineens spreekt er een man uit, een demon. Jongens, ik ga daar keihard schrikken. Nee, dat moet je niet doen, hè? Je moet niet dat... Hallo, meneer. Hey. Je moet nooit angst hebben, hè? Je moet gewoon denken van... Naast... Het is zo donker, ik zie gewoon mijn eigen hand niet eens meer. Jongens, kan ik geen zaklamp aandoen? Ik zie echt helemaal niks. Oh, daar is iets. Een lichtje, ik ga er naartoe. Heb ik nu een zaklamp? Oh, ik hou hier echt niet van, jongens. Ik vind het niet cool. Moet ik... Ik ga daar naartoe, want daar is licht. Huh? Oké, een schoolveldje, een basketbalveldje. Half kapot. Oh, jongens. Dit kan toch... Er gaat wat gebeuren nu. Nee, er gaat niks gebeuren, dat weten we. Hey, please, deny it, man. Ik probeer het. Kijk, nu zien we wat. 2 plus 2 is... 4. 2 plus 3 is... 5. En 2 plus 4 is... 7. Nee, klopt niet. 2 plus 4 is... 5. Jongens, of is die deur... Ja, die deur had ik dicht gedaan net. Oké. We hebben batterijen en potloden. En een zaklamp. Yes! Nu kan ik veel meer doen. Yeah! Zaklamp! Hey. Kijk, nu vind ik veel meer dingen. Maar dit maakt het eigenlijk nog creepier, want nu zie je meer dingen. Doe maar dicht, maar die gaat niet dicht. En een heerlijke schrap is hier overheen gehaald met van die nagels, weet je, zo'n schoeltje er. Prachtig. Kunnen we hier nog wat vinden, jongens? Helemaal niks, hè. Het is gewoon een hele lege verlaten school en ik wil er eigenlijk zo snel mogelijk uit. Ook al gebeurt er niks. Er gaat gewoon wat gebeuren dadelijk. Hey, jullie denken, wacht maar, Vincent. Wacht maar, je wordt dadelijk teruggepakt. Door de directeur die ineens rondspookt hier. Oh, jongens. Hoor dat geluid. Ik ben echt bang dat er iemand achter me aankomt. Maar je hoeft niet te rennen in de game. Dus het is meer een... jumpscare dat er aangekomen, denk ik, dan iemand die achter je aanrent als een zot. Kunnen we hier nog wat vinden, jongens? Nee. Oké, ik moet daar naartoe. Liever niet, maar ik moet. Kijk hier. Oké, we hebben een sack barrel. Ik weet niet waarom. Hoe werkt dit in godsnaam? Jongens, dit is echt ongelofelijk. Waarom werkt dit niet? Oh, ik moet daar die stoel neerzetten. Waar? Oh, ik moet objecten verplaatsen. Of niet? Ik denk het. Ik moet ze daar neerleggen, joh. Oké, cool. Ik snap hem, ik snap hem. Zo. Zijn er nog meer objecten die we moeten verschuiven? Oh. Oké, die moeten we daar... Oh, hij staat zogenaamd op dat plateautje. Oké, cool. Oké, die plaatsen we helemaal daar. Helemaal daar, oké, jongens. Nou, plaats meneer. Hier. En dan hebben we nog eentje nodig. En een zwaar ding, joh. Komt-ie. Oké, we kunnen nu doorgaan in deze hele leuke... Ik vertrouw dit niet, jongens.
Is dat vuur? Nee, ik kan er niet doorheen. Open! Oké, we kunnen niet eens in deze deur. Dat is best jammer. Jongens, ik heb een jammy gevonden. Een crossbar, eindelijk. Zo. Ik begon het bijna de moed op te geven. En waarom ging net dat kastje open daar? Hierzo ging een kastje open net. Er zitten weer van die rare krasjes in die lockers. Oké, en ik denk dat ik hiermee de wc binnen kan komen. Of een andere deur. Ik weet nog één andere deur. Die weet ik ook nog te vinden. Kijken of we hier kunnen gebruiken. Kunnen we het hierop gebruiken? Nee. We moeten naar de jongens wc. Ja. Tuurlijk. Sowieso jongens wc's. Die zijn altijd het leukst. Nou ja. Die zijn het engst. Oké, niks in de toiletpot. Er is netjes doorgetrokken hier. Wat zien we hier zo? Geen diarree, dat is mooi. Oh my god. Niet grappig. Dat was definitief niet leuk. Damn, geluid staat serieus keihard. Damn. Zo mensen, nou, ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik hoop dat jullie een groen duimpje geven voor die prachtige jumpscare die ik net tegenkwam. Dus blijf vooral Banjotown in de gaten houden. En ja, tot de volgende keer. Doei doei!